hebben een beleggingsdoel voor ogen. Dat beleggingsdoel is uw persoonlijke reden om te beleggen. Meer rendement halen dan met het spaarboekje bijvoorbeeld. Of een tweede woning kopen. Vroeger met pensioen gaan misschien. Iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om te beleggen. Sommigen hebben zelfs aanvullend inkomen nodig uit hun beleggingsportefeuille om bijvoorbeeld de kosten voor een rusthuis te betalen. Ook dat is een doel. Het voordeel van een beleggingsdoel is dat het u een duidelijk mikpunt geeft en de motivatie om vol te houden. Hoe duidelijker uw doel, hoe groter de kans op succes. Want wie geen doel voor ogen heeft, komt al gauw in de verleiding om op het slechtst mogelijk moment de handdoek in de ring te gooien wanneer het wat moeilijker gaat op de markten. Wat u moet doen om uw doel te bereiken? Bepaal in eerste instantie hoeveel geld u kunt missen. Zet uw inkomsten en uitgaven op een rijtje en bereken welk bedrag u niet nodig heeft. Met dat geld kunt u beleggen. Houd er wel rekening mee dat u in de toekomst mee- of tegenvallers kunt hebben. U kunt uw job verliezen, maar evengoed krijgt u een schenking. Denk ook na over de tijd die u nodig heeft om uw doelen te realiseren. We noemen dat de beleggingshorizon. Een voldoende lange beleggingshorizon geeft meer mogelijkheden om ambitieuze doelen te realiseren. U kunt trouwens meer dan één doel tegelijk voor ogen houden. Een kapitaal opbouwen voor uw oude dag en met een ander deel van uw portefeuille een startkapitaal voor de kinderen aanleggen. Zorg er in ieder geval voor dat uw strategie en uw belegging zo goed mogelijk aansluiten op uw doelen en op uw persoonlijkheid. Neem alleen risico's die u aanvaardbaar vindt. Wenst u meer informatie over beleggingsdoelen? Of heeft u andere vragen over uw geld? Ga dan gerust eens langs bij uw Crelan-kantoor.